Stel, je hebt een evenementprogramma met een spreker voor de lunch en een spreker na de lunch. En je hebt twee sprekers tot je beschikking. Gewoon een goede spreker en echt een briljante spreker waar iedereen op afkomt. Wie zet je nou waar? Zet je die briljante spreker voor de lunch of juist na de lunch? Het gemiddelde congresprogramma bestaat natuurlijk onder andere uit sprekers. En jij hebt natuurlijk in de voorbereiding gekozen voor goede sprekers die wat relevant kunnen vertellen tijdens jouw congres. Maar je hebt één topper, één keynote, één iemand waarvan je weet dat mensen daarop afkomen die het verhaal gaat vertellen waar mensen misschien nog jarenlang over gaan napraten. Waar programmeer je die spreker nou? Stel nou dat je moet kiezen tussen die spreker vlak voor de lunch te zetten of direct na de lunch. Wat kies je dan? Mijn tip zou zijn om jouw briljante spreker vlak voor de lunch te programmeren. En er zijn eigenlijk twee redenen voor. De belangrijkste reden is dat als je hem voor de lunch programmeert en mensen zijn net zo enthousiast als dat jij denkt dat ze zullen zijn, dan zullen ze daar tijdens de lunch over gaan praten. Dan zullen ze gaan zeggen, wauw, wat was dit geweldig. En dan gaat het gesprek door. En mensen zullen ook jouw event positief aan het evalueren zijn, omdat ze natuurlijk blij zijn dat jij die spreker daar geprogrammeerd hebt. Tweede reden is dat als je jouw briljante spreker net na de lunch programmeert, dan krijg je te maken met de afterlunch dip. En sommige mensen denken, nou dan moet je juist daar een goede spreker neerzetten, want die wint het van de afterlunch dip. Maar dat is niet zo. Zelfs de meest briljante spreker zal toch iets minder beoordeeld worden, omdat mensen na de lunch even aan het wegzakken zijn. En daarnaast na de lunch duurt het weer langer voordat mensen hem kunnen gaan evalueren. Dus dat is zonde. Kortom, zet jouw meest prominente, briljante spreker altijd voor de lunch of voor een andere pauze. Of je zou ook zelfs nog kunnen overwegen om jouw briljante spreker als allerlaatste spreker in het programma neer te zetten voor de borrel. En zorg dat ervoor dat mensen tot het einde blijven. En ten tweede geldt hetzelfde als voor de lunch. Tijdens de borrel zal iedereen daarover praten. En dat wil jij als organisator, want dat straalt ook op jou af. Succes! Vond je dit nou een leuke of interessante video en denk je van nou, daar zou ik er wel meer van willen ontvangen? Dan kun je abonneren op ons YouTube kanaal en dan ontvang je zeer regelmatig actuele tips over overtuigen, events, vergaderen, noem maar op. Hoe abonneer je? Heel simpel, klik hierboven en je bent abonnee.